Zo klonk het woensdagavond in de Leidse binnenstad. En zo gaat het ook klinken voor de aankomende 3 woensdagen voor een kwartier lang. De Raad van Kerken in Nederland roept op om de klokken van hoop en troost te laten klinken. Juriaan van Duren deed het in de Leidse Marekerk. Wij gaan de klokken luiden van de kerk, omdat we gehoor willen geven aan de oproep van de Nederlandse Raad van Kerken om vanavond tussen 7 en 7:15 alle klokken van het land van kerken te laten luiden. We willen een stukje troost, denk ik, geven aan mensen. Een stukje wat van ons laten horen. Want afgelopen zondag waren de meeste kerkklokken, denk ik, stil. Omdat er geen diensten, geen openbare diensten waren. Mensen een stukje troost te bieden. Een stukje verbondenheid te laten zien. En te kijken wat we daar mensen mee kunnen helpen. Het is niet alleen de Marekerk in Leiden die van zich laat horen. De Hooglandse Kerk, de Marekerk, de Vredeskerk en de Regenboogkerk. En ik begreep dat al onze katholieke broeders en zusters ook vrolijk met ons meeluiden. En voor de aankomende 3 woensdagavonden zal de binnenstad dus zo klinken.